Kijk eens wie we daar hebben, pa. Yo. Het is de Donkeymobiel. Oh, kom eens naar buiten, Erik. Yo. Wat gezelligheid. Oh, kijk. Oh. Oh. Man, ik word geplekt, man. Je lipjes iets meer getuit, pa. Ja, zo. Ja, prachtig. Ja, nou, je kan zo naast de buurvrouw gaan staan. Maar 2,5 jaar geleden hebben ze een hele grote brand gehad. Ja? En er zijn meer dan 800 huizen verbrand. 800 in deze omgeving? In deze omgeving. Hey, wat is dit? Er ligt iets op de weg. Oeh, zo. Erik, kijk je uit. Oh. Nou gaat er zoiets gebeuren, dat wil je niet weten. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Dat lijkt al. De klepjes open. En dan gaan we hier dan dit handvat gaan betrekken. Zo, nou, Joke gaat even demonstreren hoe dat werkt. Oh, ze is al in de tovertunnel. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe en zeer avontuurlijke vlog. Hou je vast, daar gaan we. Ja, hier staat hun camper, de YouTube Donkeys. Nou, echt een cool ding. Ja, ze staan voor de deur. Oh, ze staan voor de deur. Hi, ja, Chris. Nou, wat leuk jullie te ontmoeten. Hoi. In de vorige vlog zag je al dat we kennis maakten met Erik en Joke. Een superleuk Nederlands stel die al heel veel jaren hier in Manafat wonen. Ze trekken de Vilp uit met hun Toyota Hilux omgebouwd tot camper. Ze nemen ons morgen mee op avontuur de bergen in. En dan mogen jullie kijken of je enge wegen wilt. Of geasfalteerde wegen. Ja. Nou, dat belooft wat. We nemen even kort een kijkje in hun appartement om te zien hoe ze wonen. Ja. Zo, kijk, de poort gaat open. Ja. Ja. Maar Erik, is dit een soort compound idee of zo? Ja, dit is een citesi, noemen ze dat in het Turks. Okay. Dat houdt in, je hebt een aantal appartementen. Ja. En met elkaar regel je alles. Dus het zwembad wordt met elkaar onderhouden. De tuin wordt gedaan. De appartementen, de gangen, de dingen worden allemaal schoongemaakt. Dus dat is eigenlijk allemaal heel handig geregeld. Een soort vereniging van eigenaren dan of zo? Ja, maar dan in het echt. Ja. Oh, Erik, okay. Ik heb één vraagje. Ja. Is dat gebruikelijk? Twee verschillende schoenen? Nou, ik zie dat trouwens pas, ja. Ja, inderdaad. Ja, nou, je hebt Amazon heb je hier ook, hè. Daar gaat wel eens wat verkeerd. Ja. De ene boot naar links gaan, de andere boot naar rechts. Ja, daarom. En als ik in Turkije loop en ze kijken, dan zeg ik vaak van ja, ik ben net naar de moskee geweest. Dan moet je schoenen uit, doen, kom terug, zijn mijn schoenen weg. Dus, die werkt ook altijd heel goed. Maar je kan natuurlijk ook gewoon twee paar kan je kopen, hè. Als je twee paar koopt, dan leg je één in de kast en die kan je over jaren aan. Precies, ja. En dat werkt prima. Mocht ik er water hebben? Ja, graag. Ja, ja. En als je worst hebt, is het ook goed hoor, Joke. Nee, dat is ook geen probleem. We praten, onder het genot van een bakkie koffie, even door wat we morgen gaan doen. Wat een lekker stekkie hebben ze hier. Maar het liefste trekken ze erop uit. We rijden iets verderop waar we een prachtige plek vinden om de VB00PA neer te zetten voor de komende dagen. We schamen ons wel een beetje. Oh, ja, dit, en daar ligt nog een. Is dat allemaal zo? Het lijkt wel een kringloopcentrum. Oh. Ja, dat is nog een soort van schoon, maar meer durf ik echt niet mee te geven, want ik voel me zo schuldig. Oh, sorry Joke. Het is goed, man. Hoe groot is jouw wasmachine? Zo. Oh, zoiets, ja. Nou, dan zijn we 7 dagen verder. Oh, kijk hier. Dan liggen. De lieverd had aangeboden om onze was te doen. Ja, en dan krijg je het nog. Je ziet hem zakken, de auto. Ja, echt, ja. Hij zit bijna op de grond. Erik, ik heb nu al spijt. Ik denk, shit, ik heb die Kees de Theo uitgenodigd. Wanneer gaan jullie weg, trouwens? Ja. Nou, tot vanavond. Hoi, bedankt. Nou ja, echt wel super lief dat ze dat doen, natuurlijk. De eerste avond in Manafat nemen ze ons mee naar hun favoriete Turkse restaurant. Binnenkomst word ik meteen aan de slag gezet en mag helpen in de keuken. Nou, als dat wel goed komt. De kip die straks op de barbecue gaat, moet aan de spiezen worden geregen. Nou, dat moet me nog wel lukken. En je ziet het, de baas is heel tevreden over zijn nieuwe keukenhulpje.
Wel grappig om zo ineens onderdeel te zijn van het keukenteam. Maar ze houden me wel nauwlettend in de gaten hoor. En af en toe even een corrigerende handeling. We willen natuurlijk niet dat de boel verbrandt. En ik me denken dat ik een avondje vrij was. Maar nee hoor, nu sta ik bij Chef de Camuse om een heerlijke salade te maken. We hebben echt super lekker gegeten. We zaten semi buiten, maar daar hebben ze hier ook een oplossing voor hoor. Een schaal vol met hete kolen onder de tafel. De volgende morgen gaat het avontuur beginnen en gaan we op pad met de jeep. Maar eerst even de hondjes uitlaten op deze prachtige locatie. Het is nog vroeg op deze prachtige dag, maar nu al zijn alle zitjes op de boulevard bezet met families die lekker genieten van eten en elkaars gezelschap. Turken zijn echte familiemensen. Hey Kees, ja, die zit weer te werken. Die gooi jou daar en dan gooi jou hier. Ja, dat zal wel, ja. Ja, je hebt luxe poezen. Ja, sierpaarden en werkpaarden en Kees is het werkpaard. Ja, achter, ik heb een gordijntje dicht gedaan, zodat ik de zon niet hoef te zien. Nou ja. Ja. Als buitenmens is dat niet leuk. Maar het wordt weer een hele leuke vlog en soms dus even te werken, even een paar uurtjes. Maar vanmiddag gaan we het leuks doen, want we gaan met Erik en Joke met hun Toyota Hilux, die ze dus verbouwen. Nou, dat heb je al eerder in de vlog gezien, maar die gaan we even verkennen. Of de rood rijden. Of de rood rijden. In de bergen. Hij gaat die camper laten zien. Nou, volgens mij wordt dat heel leuk, maar ook interessant. En waarom? Dat zij ervoor gekozen hebben om hier in Turkije te gaan wonen. Ja. En laat ze daar nu net aankomen rijden. Kijk eens wie we daar hebben, pa. Oh. Het is de Donkeymobiel. Donkeymobiel. Erik en Joke. Goedemorgen, daar zijn we dan. Gunaydın. Gunaydın. Ja, Gunaydın. Hasselsinis. Ja. Hoe gaat het? Zo, je zit helemaal in door. Kom eens naar buiten, Erik. Yo. Wat gezelligheid. Oh, kijk. Oh. Oh. Oh, kijk uit, Joke. Oh. Een mooie film. Wat een mooie film. Je weet wel binnen te komen, Erik. Ik kom altijd binnen, hè. Als ik er ben, dan ben ik maar aanwezig. Ik kwam er wat terug doen. Nou, ja. Ik denk, je moet bij dat hek weg zijn, want ik word geplet, man. Nou, zo. Je kan even de hartkleppen laten rusten. Geen paniek. Geen paniek. Erik, ik ben nu al fan van jou. Als je zo'n entree maakt, toch kan je niet meer stuk, hè. Ja, maar ik heb het zelf ook gehad hoor, met mijn camper. Ik stapte uit, niet op de handrem, hup, achteruit, bumper in elkaar. Kijk, paas meer in paniek dan ik ben. Ja, want dan vind je zo gauw die handrem niet. Ja, normaal pak je gelijk en nu ging ik rechts zoeken. Ja. Ja, het is hem bijna keer gelukt dat er een busje van hem in de Berkel reed. Daar heeft hij achteraan gerend met alle koffers erin en de computers. En dan gingen we naar Turkije. En hij rennen. Nou, even tot rust komen, Erik. Even drankje nemen. Ja, Geen paniek. Maar wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we doen? Ja, wij je hebt een plan. Je hebt een masterplan. We hebben altijd een plan. Een masterplan, dat moet je niet weten. Nee, wat gaan we doen? Wij wonen in Turkije, dus wij weten hier de weg. Wij weten alle plekjes. En wij gaan jullie de mooiste plekjes van hier aan de kust gaan we jullie laten zien. Oeh, daar zijn we benieuwd naar. En dat doen we met de Donkeymobiel, want zo noemen jullie... jullie omgebouwde camper. Dus misschien kunnen we een toertje krijgen vanmiddag van dat ding uitklappen. Ik weet niet wat er allemaal uitkomt, Joke. Wat komt er nog rare voor? Want hij weet altijd voor verrassingen te zorgen, dat merk je al. Ik weet niet wat er allemaal uitkomt. Als alles goed gaat, heeft er net een nieuwe aangedaan, gaat deze klep open. Gaat die open, ja. Dan kun je ons een grote bed zien. Oh, jullie grote bed. Ik denk er komen een paar ezels uit, maar dat... Nou, die zijn er al uit, hè. Dat is 1, 2. Ja, 1, 2.
Nou, we moeten niet te veel verklappen, Joke, maar we zijn er benieuwd naar. We gaan dus eerst even naar Marnefgat, de waterval. We gaan naar de waterval, die mag je niet missen. Nee. Zeker in de winter, want in de winter is het echt water. Oké, hij water valt daar niet tegen? Nee, hij valt niet tegen, absoluut niet. Okay, nee. En het weer, hoe vind je het weer? Het is echt fantastisch, ja. Het is midden in de winter, hè? Is dat iedere dag? Nou, dat is niet iedere dag zo, Erik. Nee, het is niet iedere dag. Wat je wel een verschil ziet tussen mensen die hier wonen en mensen die hier op vakantie zijn. Kijk. Die hier wonen hebben een jas aan. Kijk, en hier zie je een toerist. Zie je een toerist. Die herken je van grote afstand. Maar ook met witte armen. Witte armen. En altijd gewoon te weinig kleren. En normaal hebben ze korte broek aan. Dan zeggen we ook altijd, nou, zeg, jij kan goed lopen met je benen in het gips. Zellig, hè? Nou, nou, ik heb een hond op mijn schoot en een ezel. Naast je. En nog een paar ezels. Als dat geen feest wordt, weet ik het niet meer. Nou, de kop is eraf. Is het gezellig achterin? Ja, hoor. Ja? Ja, Chico wel. Ja. Eerst dus maar eens even een kijkje nemen bij de waterval van Marnefgat. Zo, dat is mooi geworden. Hè? Ongelooflijk, mensen. Het water valt wel. Het water valt wel, ja. Ja, ja. Dat is het. Ja, nou, hartstikke. Dat was 30 lier, hè, geloof ik. Ja, inderdaad. Als we erin pissen, dan heb je echt een veel grotere waterval. Ja. De hele brede waterval is een van de highlights van Marnefgat. Wat een watergeweld komt hier ons voorbij. Echt heel gaaf. In de bergen is de bron van al dit water. En de kracht die dit oplevert is genoeg om de hele stad te voorzien van stroom. Dat iets verderop opgewekt wordt door de waterkrachtcentrale bij het Stuwmeer. De inwoners van Marnefgat betalen dan ook heel weinig voor hun stroomverbruik. Intussen kijkt pa even de kunst van het poseren af bij deze dame, die helemaal losgaat bij de waterval. Pa, ook nog even op... Ja, even... Verder naar links. Ja, even... Je lipjes iets meer getuid, pa. Ja, zo, ja, prachtig. Ja, ja. Lipjes getuid, borstjes vooruit, pa. Ja hoor, ja. Ja, je kan zo naast de buurvrouw gaan staan. We gaan het eerste stukje de berg in om een kijkje te nemen bij het vakantiehuisje van Erik en Joke aan het Stuwmeer. Het is zo'n 20 minuten rijden. Er is hier in dit gebied 2,5 jaar geleden een natuurramp geweest. En wat daar is gebeurd, dat hoor je zo. Locatie nummer 2. Nummer 2, daar zijn we dan. Het vakantiehuisje. Vakantiehuisje, dat doet allemaal maar. Ja, hoe je wel kunnen wonen, hoor. Jawel, hè. Fantastisch, dat uitzicht. Ik, mooi, hè. Ja. Ja. Dit was vroeger ons gewone huis natuurlijk. En een paar jaar geleden zijn we verhuisd naar het centrum. Ja. Ja, is wat comfortabeler, alles dicht in de buurt. En in de winter ook wel wat aantrekkelijker, ja, denk ik. Want zeker, hier, zeker. Hoe mooi het uitzicht ook is, maar daar gebeurt natuurlijk niet zoveel dan. Niks, nee. Wij hebben alleen mijn vriendin woont en verder niks. Oké. Okay. Nee, nou, mijn vriendin woont in Marnefgat, dus dat is... Ja. Maar hoeveel jaar geleden zijn jullie eigenlijk geëmigreerd en waarom? Ja, waarom? Ja, ik kwam hier eigenlijk al 30, 35 jaar, dus... We zijn jij zelf, ja, hangen. Zonder joker toen de tijd nog? Nee, toen was ik er nog niet. Nee, precies. Maar jij was al helemaal gek van... Ik was al gek van Turkije en toen zijn we ooit aan dit huisje blijven hangen. Mm-hmm. Ja, toen kostte dat natuurlijk bijna niks. Nou, en dan hebben we het alleen maar gebruikt om af en toe een keer, twee keer per jaar vakantie te vieren, kwamen we hier. Het was gewoon gezellig, het was leuk. Ja, kinderen moeten naar school, dus ik kon nog niet zo vaak. En een paar jaar geleden, een jaar of 5, 6 denk ik, 7 alweer. En toen waren jullie samen? Toen waren we samen. Al een tijd weer. Ja. En toen zijn wij hier echt gaan wonen. Hè? Heel anders in één. Nederland vaarwel gezegd. Juist, alles verkocht in Nederland. Huis verkocht, alles verkocht. Ja. En gewoon gaan. Ja, ja. Nou, dat ik vind het wel stoer. En het is natuurlijk niet een hele populaire keuze om naar Turkije te emigreren. Nee, inderdaad. Dat, joh, Spanje hoor je veel, Portugal. Ja, maar ja, Turkije, hè? Je moet Turkije kennen.
Ja. En als je eenmaal Turkije kent, dan raak je er verliefd op. Ja. Maar is het zo dat je dan makkelijk integreert hier in Turkije? Zitten jullie op een sjoelvereniging? Nee. Je wilt tussen de Turkse mensen. En je leert natuurlijk de taal als je verstandig bent, zo snel mogelijk. Ja, dat is wel belangrijk, toch? Ja, zeker. Zodra je verstaanbaar kan maken, dan ga je het winnen. Ja. Hetzelfde als natuurlijk bij mensen die uit buitenland komen naar Nederland gaan. Ja. Het eerste wat je moet doen is de taal leren. Dan krijg je vrienden. Dan ga je de goede kant op. We gaan veel met de dorpsbewoners om. Dus jullie hebben al een heel sociaal netwerk hier opgebouwd. Zeker. En leven als god en godin in Turkije. Ja, dagelijks leven, is dat duur hier? Het is wel duurder geworden, maar als ik dan weer even naar Nederland ga en ik zie de prijzen in Nederland, dan ben ik weer helemaal bij. Hè? Ja. Dan valt het hier eigenlijk nog wel mee. Nou, litertje diesels, 1,20 of zo geloof ik, hadden wij getankt. Ja, maar dat is 60 cent geweest, hè, 2 jaar geleden. Dus het is wel allemaal duurder geworden. Maar mega-inflatie geweest. Nog steeds hoor. Ja. De inflatie is hier 65% per jaar. Ja. Dus als dat je Turks geld moet je nooit te lang bewaren, want je ziet het achteruit hollen. Dus dat doen Turken zelf ook niet. Die wisselen alles om in dollars of euro's of goud. Ja. Dus die houden dat niet. Als jij euro geld hebt, dan is het hier goed leven. Ja, precies. Ja. Ja. Dan mag je niet klagen. Nee. Want ze gaan hier al heel vroeg met pensioen ook, hè? Ja. Heb ik begrepen. Inderdaad. Als je 25 jaar gewerkt hebt, dan ga je met pensioen. Dus als je een beetje vroeg begint, voor je 25ste, dan ben je voor je 50ste, ben je klaar eigenlijk. Of klaar, je kan je redden. En het voordeel van wat die mensen hier dan hebben, die hebben het hypotheeksysteem zoals in Nederland, dat je 30, 35 jaar betaalt voor je huis, dat kennen ze niet. Nee. Het is hier met een paar jaar, met hulp van familie, vrienden, kennissen, koop je een huis en daarna ga je zo snel mogelijk iedereen terugbetalen. Dan lig je een paar jaar krom, is je eigen huis, leef je kostenvrij. Ja. Dus het geld wat je dan hebt aan pensioen, dat hoef je alleen maar te gebruiken om van te eten, van te tanken en vrolijk te zijn. Dus je hebt ook niet zoveel nodig. Ja. Er zijn er ook wel een hoop die werken dan gewoon door. Die worden chauffeur op een busje die weer kindertjes naar school brengt of wat dan ook. Ja. Dus je hoeft natuurlijk niet helemaal op je reet te gaan zitten. Wij zouden ook met pensioen kunnen, maar dat gaan we ook niet doen. Nee. Dus je moet wel een beetje bezig blijven. Maar want jullie hebben nog een bedrijf? We hebben nog een bedrijf in Nederland. Ja. Dus vanuit hier kunnen we bijna alles regelen. En dat is wel heel ideaal natuurlijk. Relaxed, zeg. Dus jullie, de zaken gaan gewoon door. Juist. En je hebt uitzichten of op het stuwmeer. Kijk. Of in man of gat lekker. Er kwam net nog een bestelling binnen. Dus ja. Dat loopt wel door. Zolang je internet hebt, loopt alles gewoon verder. Dan krijgen we het verhaal te horen waar we wel even van onder de indruk zijn. Maar 2,5 jaar geleden hebben ze een hele grote brand gehad. Ja? En er zijn meer dan 800 huizen verbrand. 800 in deze omgeving? In deze omgeving. Want jij ziet het niet, maar wij weten, dit was één en al bos. Zo, overal bomen en alles is weg. Maar en jullie huis dan? Wij hebben heel veel geluk gehad, alleen de garage is verbrand. Ja, en de buren die hebben pech gehad? Ja, die hebben pech gehad. En dat ligt er voornamelijk aan dat wij de hele zomer weg waren, alles opgeruimd hadden. Kijk, en als je je huis hebt en je zet voor het huis een bankstel, je zet een hoop open haardhout en dingen, leg je naast het huis neer. Ja, dan wil het wel branden natuurlijk. Maar de Turken zitten niet stil hoor, want in zeer korte tijd wordt de boel hier weer opgebouwd. Zo ook hier, waar een hele nieuwe wijk is neergezet. De overheid betaalt de helft van je nieuwe huis. Kom maar Chico, gaan we rijden. Gaan we in de auto. Goed zo. Zo werkt het. We rijden weer door om verder de berg in te klimmen. Nou Erik, de handrem is er weer vanaf. Ja, gelukkig wel. Ik zit gewoon achter het stuur in plaats van dat ik ernaast sta. Dat scheelt ook een hoop. Kunnen we door naar de volgende bestemming. En je had nog iets in petto. Ik denk dat de kijkers dat ook wel zeker. We gaan omhoog. Hè. We gaan de berg in. We gaan hoog. Gaan we even kijken. En we gaan een kopje koffie maken. We gaan natuurlijk een broodje eten. En dan gaan we de Donkey Mobiel even uitklappen. Zodat je heel goed dat ding eruit ziet. Dan ben ik wel benieuwd naar. Ik denk de kijkers ook wel. Paardocht is toch gaaf? Zeker. We zitten niet voor niks in een 4x4 natuurlijk. Daarom. Dan moeten we wat ruw terrein in. Nou, Trixie ligt op mijn schoot. Die weet nog van niks. Hey, wat is dit? Er ligt iets op de weg. Er ligt wat in de weg. Een boom. Een boom. En hoe gaan we dit oplossen, Erik? We gaan er denk ik proberen omheen te rijden, denk ik. Iets met je handrem misschien, of niet? Ja, misschien is wel een idee. Ja. We gaan proberen omheen. Wil dat niet, we hebben een lier, dan trekken we hem gewoon even aan de kant. Allebei. Ja, een lier, Erik weet nog wel een andere route om de top van de berg te kunnen bereiken. Ja, de weg wordt wel iets... iets klein beetje minder. Zo langzamerhand bereiken we het beetje stadium dat je niet meer met de gewone auto werkt. Nee. Dat hadden we met de camper niet hoeven doen hier. Niet doen. Erik heeft hier al heel veel gereden. Maar wij zitten hier met samengeknepen billetjes te kijken. De ene na de andere haarspeldbocht krijgen we voor de kiezer.
Nou, Erik, de weg wordt hier wel pittig. Ja, de weg gaat weer minder worden. Ja, en dan kijk, een hele scherpe bocht. Hoppa, ja. Omhoog. Nee. We willen naar boven. De 4x4 loodst ons mooi door dit oneffen terrein. Ja, daar hebben we natuurlijk ook zo'n ding voor. We komen hier langs de stuwdam met waterkrachtcentrale, waar ik het net over had. Wat een indrukwekkend bouwwerk. De laatste meters zijn het spannendst voordat we op onze plek zijn. Oeh, zo! Erik, kijk je uit! Nou, we zijn er. We staan on top of the world. Je hoort gewoon niks om je heen hier. Hè? Te stil, vogeltjes. En dan je voelt hoe klein je bent. Ja, dat daar is ook helemaal verbrand. Helemaal verbrand. Het is toch niet te geloven? Het is ook een heel nieuw dorp. Zo. Wat een verwoesting is dat toen geweest. Heel erg. Er stonden overal bomen. En op een paar loofbomen, geloof ik, die overleven dat wel. Loofbomen zijn sterker, die hebben meer water. Maar ja. Deze bomen... Alles kaal, kaal. Ja, dennen haalden, hè? Gekke wind. Zo. Brand maakte nog meer wind. Ja, dat dwarrelt door de lucht. Heb je zin in een gebakkei? Heerlijk! Ja, nou, zeker! Ik krijg ook wel een keer. En mijn pa denk ik ook wel. Nou, het waait hier wel een beetje, dus ja, dat moeten we even bedoelen qua microfoon technisch. Maar ik ben natuurlijk reuze benieuwd, kom erbij Erik, hoe dat, hoe de donkeymobiel eruit ziet. Ja. Ik zou zeggen, klap hem open. We klappen hem wel. Ja, we beginnen met de achterkant. Altijd verstandig, hè? Ja, zo kijk uit voor je hoofd, pa. Hier hebben we een ingang. Ja. Dus even een chaos natuurlijk. Ja, trapje eruit, ja. Kijk, dan kunnen de kleintjes kunnen er ook in. En dan gaan we eventjes de rommel eruit pakken. Jokke? Ja. Rommel. Nou, in de tussentijd doet Jokke even de zijkant open. Koelkast. Keuken. Nou ja, de keuken. Oh, je hebt nog wat in petto. Elektrisch koken. Maar hoeveel, wat voor accu heb je dan? Hoeveel? 2 lithium. We hebben 2 lithium van 200 ampère per stuk. Dus we hebben 400 ampère lithium. Dat is nog meer dan wij hebben. 3000 watt inverter. Zo. En daar kunnen we alles mee. Dan kunnen we dus elektrisch koken. We kunnen koffie zetten. De koelkast is een compressorkoelkast, dus die gaat ook op 12 volt. Zo. De boiler is zelfs elektrisch, die gaat ook op 12 volt. Die is zo ingesteld, als de accu's vol zijn, begint de boiler automatisch elektrisch op te laden. Dus je hebt altijd 10 liter kokend heet water. Zo. En zo zijn we eigenlijk gasloos, zijn wij, want ook de verwarming is op diesel. Ja, dus dat gaat gewoon uit de tank van de auto. Dat gaat uit de tank van de auto, die verbruikt 100 milliliter per uur. Dus je kan 10 uur op een liter diesel kan je autootje warm maken. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Hier hebben we een display. Daar kan je dus zien dat we nu dus 398 ampère in de accu hebben zitten. 99% vol. Boven hebben we zonnepanelen zitten. Die gaan we straks ook kantelen. Dat ze dus richting de zon staan. En hij laat via die dynamo laat hij ook een 30 ampère bij. Voor degene die echt willen weten hoe het precies zit. En hebben jullie deze opbouw zelf ontworpen? Of is dat nee, dat is een bestaand project. Het kan je kant-en-klaar kan je kopen. Het is gemaakt.
gemaakt in Istanbul bij de firma Kraller. Ja. Het is een bedrijf wat een gedeelte caravans bouwt en het is een gedeelte wat voor het Turkse leger bouwt. Dus die weten wel wat degelijk is. Bulletproof. Bulletproof. Je kan het ook zien als je hier bijvoorbeeld... Het is aluminium. Kijk, Joke staat trouwens in de tussentijd even een pannetje met olie op te worden. Voor het eitje, hè? Voor het gebakken eitje. Heerlijk. Ja, ga verder, Erik. Het is natuurlijk allemaal dik, hè? Kijk, je kan hier gewoon met 10 man kan je eraan gaan hangen. Ja, ja, ja. Er gebeurt gewoon niks. Ja, prachtig. Super degelijk. Ja, het is geen blik. Of, nou, Joke heeft helemaal de weg in de keuken al gevonden. Die is op de plek, hè? Ja, die is op de plek. Ja, 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 de ketting is los. Ja, ja. We hebben inderdaad wel de taken verdeeld natuurlijk. Hè? Ik doe de accu's, Joke, die zorgt dat de eitjes. Leuk hoor, Joke, het niet zo koks. Nou, het ziet er goed uit, Joke. Echt niks meer te doen. Ja, het blijft natuurlijk wel een beetje kamperen, Joke. Want want qua binnenruimte, we zullen straks even kijken, maar is dat compact? Heel weinig. Ja, heel weinig. Maar ja, je leeft gewoon buiten. Het is hier hoofdzakelijk gewoon hartstikke warm. Moet je kijken waar we kunnen komen. Ja. 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 Het mooiste is nog dat jullie een hele grote camper hadden. Ja, dat vertelden jullie. We gaan even een fotootje hieronder zetten, maar echt een van 10 meter of zo. Ja. En dan ga je... 60 met een smart garage erin. Daar reed je auto uit, hè. Dat was een autobus. Maar ja, niet verkeerd bedoeld. Ik vind het super tof, maar je gaat dan wel erop achteruit qua ruimte. Qua ruimte wel. Maar qua avontuur? Qua avontuur ga je op vooruit. Ja, zo. Je kunt met die grote camper ook niet met die van ons hier nooit komen. Nee, inderdaad. Dus het heeft nadelen en voordelen. In het begin was het wel heel lastig met al dat gas. Ja. Dat gas uit. En dan had je wel zo'n dingetje, zo'n beschermplaat. Mm-hmm. Ja, een beetje wind, dan lag weer op de grond. Ik vraag me af, hoe kun je hier ook nog een keer slapen? Kijk, dat laat ze zo even zien. Dat was heel bijzonder. Heel knus, ja. Deze zijkant is alleen de buitendouche. Oh, dat is de buitendouche. Dat is de buitendouche. Hier kun je diesel bijvullen. Diesel. En verder een beetje rommel. Voornamelijk gereedschap als je vast zit om... uit de drek te komen. Ja. Dat is nog wel eens een keer noodzakelijk hoor. Ja. Het gaat nog wel eens een keer ruig. En deze kant, die klapt straks helemaal uit. Dat ga je zo meteen zien. Maar dat is wel leuk. Het dak omhoog doen. Oh ja. Voordeel van het dak omhoog is, heb je binnen staarruimte. En die kan de zonnepanelen mooi richting de zon regelen. Let op wat er gaat gebeuren. Ja, ik let ook staan. Ik heb hier een bezem, normaal vliegt Joke daarmee. Naar de volgende bestemming. Oh ja, geef hem een trap onder zijn... Oh, daar gaat hij. Kijk hier. Het dak open. Zo, ja joh. Hé. Hey. Ja, dan creëer je toch even wat meer ruimte. Dan heb je binnen gewoon staarhoogte, hè? Ja joh. We hebben echt onze eigen taken. Oh jee. Want dan ga ik daar binnen. Joke haalt het beddengoed eruit. Ja. Oh ja, ja. Dan zegt ze altijd tegen Erik, wil jij deze even ophangen? Oh, ja. Kijk, deze hangen we altijd even hier aan, dan zijn die ook kwijt. Dan wordt het een zogenaamde hangzak. Ja. Hangzak. Ja. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Ja, daarom. Het uitzicht, hè. Het is ongelooflijk. Dat kan je niet zonder. Nou gaat er zoiets gebeuren, dat wil je niet weten. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Dat lijkt al. De klepjes open. En dan gaan we hier dan dit handvat gaan betrekken. Oh. Hey. Huh? Kijk eens. Wat is dit dan? Nou, dit is een persoons bed. Kijk dit. Ja, ja. Geweldig. Wij zijn heel vlug slapen. Ja, dat snap ik. Je moet bijna wel. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Niet, je moet toch een goede relatie hebben. Normaliter. Nou, maar dat valt toch wel mee. Dat is. Normaliter zat hier een plank en dan ging die toch zo. Mm-hmm. Maar dan kun je je toilet niet kwijt en ik wil graag staan als ik uit mijn bed kom. Ja, ja. Je hebt wel je eisen, bepaalde eisen. Ja, ik heb mijn eisen. Ja, kijk, maar hé, dit is toch geweldig? Ja. Ja, kijk, zo kan je dus zitten. En als je gaat slapen, dan doe je die hop. Die doen we hier. Ja. En dan heb je dit als uitzicht, zeg maar. Daar hebben we hier zo'n toppen gehaald in Nederland. Ja. En die bevalt heel goed. Ja. En die leggen we erop. Oh, die leggen we hier in. Ja. Ja. Ik laat je ook even een kijkje achter de scherm zien hoe ik dat interview met Joke doe. Het is wel wat compacter, pa. Ja, ja. Zeker wel. Ik heb mezelf er allerlei bochten gewurmd om hier dit zo te kunnen maken. Maar ja, dan krijg je dit wel. Kijk, we staan wel op een plek waar je anders niet kan komen, Joke. Daarom. En met zo'n 4x4 kijk je nu uit op een Gems. Of op een... Ja, of op Trixie. Of op Trixie die daar loopt. Dat is Erik zijn vriendin, hè? Want die houdt hem warm. Dan hebben we hier een dieselkachel. Ja. Diesel hier, ditje. Maar als het nou 3 weken pokken weer is, dan? We zijn op hotellen, hè? Ja. Wij gaan ook, dat hebben we ook vanaf het begin gezegd, van wie let ons
om af en toe in een hotel te gaan. Ja, nou ja, dat, kijk, als je kijkt naar die camper die jullie hadden, dat is natuurlijk een mega groot ding en ook kostbaar. Deze zou iets goedkoper houden. Nou, geld over om af en toe een hotelletje te pakken, toch Erik? Zeker, dat met kan een wellness erbij. En als je met die zo lang lult, dan heb je ook geen aangebakken ei wat nu aan het serieus? Ja, dat is ook weer zo hoor. Sorry, Jana. Oh ja, ik had wel trek in een eitje, sorry ook. De boel staat in brand. Is het, hoe is het met de ei? Nou, het gaat. Nee joh, hij zit zich aan te stellen. Dat gaat helemaal goed. Even kijken. Je hebt geen TIFA-panden, hè? Het is geen anti-aanslippan, maar... Ja, dat is wel niet verwennen, maar... Ja, joh. Ik zet even het bankstel in elkaar. Ja, zet jij het bankstel in elkaar? Ja, zeker. Kijk, dit zijn allemaal losse stokjes. Ja, dat is een beetje hoe mijn leven in elkaar zit. Alles aan losse eindjes en losse stokjes. En aan het eind komt het toch weer goed, hè? Ja, een happy end, hè? Niemand die het begrijpt. Nee. Dat kan. Nou, ja, wandelaars, die hebben die dingen ook al. Ja? Ja. Zak van de week. Ja. Super fijne stoeltjes. Ja. Ik zie Theo er nog niet in zitten, moet ik zeggen, maar goed. Nou, dat komt er nooit meer uit. Theo gaat daar gewoon in zitten. Ja. Nou, ga eens proeven zitten, pa. En dan krijg je straks een eitje erbij. Ja. En als ik je dan nog hoor klagen, dan rol ik je zo de berg af. De berg. Ja. Nou, wie maakt ons wat op zo'n locatie? Dat is toch helemaal goud? Joke wil nog even laten zien hoe de buitendouche werkt. Of Erik, een van de twee. Oh, Erik heeft hem al. Kijk. Nu heb ik hem al. Nou, maak dit even los. Dat los. En dan gaat je prikje, want ik weet niet wat gewoon naar beneden. Kijk, oh, ja hoor, daar gaat het douchegordijn. En oh, dat klap je uit. Zo, kijk. Ja. Wordt het duidelijk? Het wordt zeker duidelijk, ja. Ik denk wel dat ik er met mijn hoofd bovenuit kom, maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat om de edele delen die niet zichtbaar zijn. Het was voor mij in het begin wel een dingetje. Ja, je moest er even aan wennen. Dat je buiten tussen de vrachtwagens staat te douchen. Maar dat doe je af en toe op een parkeerplaats? Gewoon. Ja, we hebben dat wel tussen Ankara en Istanbul gedaan. En je bent weer schoon. Ja. Oh, en nou joh. Houdt niet van koud water. Die heeft koud watervrees. Juist, dus daar zit de boiler. Ja. We hebben warm water. Deze, die prik je hier onderin. Ja. En ik zal zeggen... Je boiler zit daar. De boiler zit daar. Ja. En dan, waarom moet je hem in je rechterhand houden? Nee. Je kan hem wel aan douchen. Dat gaat allemaal. Meestal helpt Joke dan even en dan houdt ze het straal vast. Zo, nou, Joke gaat even demonstreren hoe dat werkt. Oh, ze is al in de tovertunnel. Kijk, Joke, waar ben je? Oh, daar. Ja. En dan gooi je dat daar ook. Oh ja, precies, je handdoekje. En hier een slipje en dan de douchekop erbij. Daar is die. Meestal heb ik mijn campingsmoking aan. Hè? Oh, precies. Of zo'n lekkere wijde jurk. Dat is, die leg je eroverheen. Ja, en dan inzeepen maar en afdouchen. Ja. Nou, het is toch, maar het is wel grappig, toch? Ja, heel grappig. Ik zie jou kijken van, ik moet er niet aan denken. Nou ja. Dan heb je het idee dat je alleen op de wereld bent. Komt er een scooter de berg af? Dat weet je toch niet? Dat is toch ongelooflijk? Chico, kijk uit! Hij heeft zelfs nog muziek aan boord. Uiteraard. Hallo. No problem hoor. Ja, is oké okay, hè? Ja, kijk, hij rookt er nog bij zelfs. Ja, dat er hier als er hier een alien landt, dan ben je minder verbaasd dan dit eigenlijk. Ja. Hè? Dit is toch niet te veel. Maar daar haalt die man vandaan. Had jij die ingehuurd? Nee. Het komt zo voorbij. Het komt zo uit de lucht vallen hier. Ik snap er ook niks van. Wat doet die man hier? Nou, heerlijk joken. Zo, perfect hè? Zo, nou. Kijk aan. Jongen. Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie zit er aan het ei. Theo, kan je een goed ei hebben? Oh. Nou, met die liefde die Joke erin gestopt heeft, dat is al helemaal top. Heerlijk. Ik weet niet wat ze er nog meer in gestopt hebt, maar... Nee. Zout bij of zo. Oh, dat is wel lekker. Is er ook nog? Ja. Zout? Nou. Mayonaise? Ja, joh. Ketchup, alles. Hoort er ook bij eigenlijk. Maar dit is wel... De ultieme vrijheid, hè? Ja. Ik voel trouwens een geit. Een geit? Ook dan een bel? Ja, toch? Het zijn dus koeien. Zometeen niet genoeg hebben. Ik heb nog gehoord. Nee! Hagelslag! Echt! Oh! Hier! Weg dat ei! Joke terug! Oh! Hagelslag! Maar dan heb ik ook nog wat leuks voor jullie. Nou, ik laat Erik en Joke natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Ik had nog een aantal Chico knuffels, die heb ik bewaard. Ik heb er 470 verkocht, geloof ik, in een webshop. Ze zijn niet meer verkrijgbaar. Maar voor speciale mensen en momenten heb ik een knuffeltje.
Jij spaart souvenirs. Oh, die is goed. Ik zag het. Wat toch leuk. Ja. Nou, even leuk toch? Ik heb nou genoeg niks van jullie. Jullie zijn een hele lieve, leuke. Kijk, gewoon oprecht. Worden ze vriendjes? Wat denk je wat er gaat gebeuren? Ik zeg wel, size does matter. Ja, inderdaad. Dit maakt wel verschil, hè? Ja. Maar dit, ja, die kunnen gewoon goed zo samen. Dan worden vriendjes. Ja, zeker. Ik ben daar heel blij mee. Nou, ik vind je gek, maar... Ja, nee, maar ik denk, jij spaart dingen. Jullie hebben geen VT Wonenhuis, geen woonaccessoires. Nee. Maar dingen die iets voor jullie betekenen, souvenirs. Het is niet... Ja, een shit. Nou, fijn toch? Ga voor de verschoning. Ja. Jawel. De douchekabine is open. Maar hartstikke leuk dat we hier toch gaan. Ja, graag gedaan. Ervaring, ook namens pa, die is nu gefundeerd in de kamer van de geluidsman. Heel erg, heel leuk jullie ontmoeten. Ja, zeker. En we komen terug, hè? Zeker. Nou, en mensen, nogmaals, volg ze op YouTube, hè? Ja. Zeker. YouTube Donkeys. Zeker. Chico en het ezeltje gaan mooie avonturen tegemoet. En wij ook, hoor, want de volgende bestemming trekt er weer op uit in de volgende vlog. We maken onder andere kennis met de hartverwarmende gastvrijheid van de locals die hier in het park aan het barbecuen zijn. Dank u wel. Dat krijg je zo, maar het is zo gastvrij. En dat was niet de bedoeling, hoor, want we hadden serieus een beetje trek toen we hierheen gingen. Ja. En gaan we op zoek naar kleefpasta voor paars en gebit. Ja, leg dat maar eens uit. Deze voor zijn giecheltje. Voor de lijm. Kit lijm. Pluton. Haal je gebit er even uit, pa. En brengen we een flitsbezoek aan een van de populairste bestemmingen van Turkije, Alanya. En krijgen we de schrik van ons leven op deze kustweg. Het lijkt er dan ook op dat vlak voor onze neus deze grote rotsblokken de berg af zijn komen zijn. Nou, we zijn erachter gekomen wat de oorzaak is van de file van net. Dit is dus gewoon naar beneden komen zeilen, hier van de rots. Maar kijken, overal stof. Oh. Hier, kijk joh. Dat is toch niet normaal? Dit is net gebeurd. Kijk uit, maar voor je kan. Nou, is wel. Je zal hier rijden. Oh. Dit is net gebeurd. Ja. Onder andere dus dat in de volgende vlog. En die zal zijn zondagmorgen om 10 uur. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. En dat je genoten hebt van deze aflevering. Zo ja, doe dan even dat duimpje omhoog. En abonneer nog gratis op het kanaal van de volgende bestemming. Druk dan meteen dat belletje in, want dan hoor jij wanneer wij weer op jouw beeldscherm verschijnen. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!